Na het organiseren van de stille tocht of de lichtjestocht tegen het geweld op straat, ben je nu bezig met de organisatie van een burgersurveillance. Wat houdt dit precies in? Ja, wat houdt het precies in? Ten eerste is het niet echt alleen burgersurveillance. Het is bij, oftewel burgerparticipatie, IJmond. En uh, we gaan ook surveilleren. En dat zullen we met name preventief gaan doen. En hoe is dit zo uh, tot stand gekomen? Uh, eigenlijk is het idee in eerste instantie vanuit de, de politie Eimond uh, gekomen. En die hebben gevraagd of ik dat uh, wilde op gaan zetten en dat uh, handen voeten wilde geven. En uh, ja, dat was het begin van, van dus bij de burgerparticipatie. Wanneer starten jullie? Uh, aankomende woensdag gaan we voor het eerst op pad. En heb je genoeg aanmeldingen van vrijwilligers? Um, ik heb nooit genoeg aanmeldingen. Ik zou er wel 5000 willen hebben, maar helaas, dat heb ik niet. Uh, maar we zijn wel groeiende en we zijn er 30 al overstegen en uh, er druppelen continu uh, nieuwe vrijwilligers binnen. Ja, Dus we groeien. En hoe, wat gaat er precies gebeuren? Uh, nou ja, we gaan dus uh, uh, op pad in wijken, we gaan surveilleren, we gaan preventief surveilleren. We gaan niet de politie uithangen, we gaan ook niet Sherlock Holmes rondspelen of zo. Uh, we gaan uh, uh, wel de ogen en oren zijn voor de politie, nou, ook naar de gemeenschap toe. En uh, we gaan preventief bijvoorbeeld ook optreden door uh, uh, defecten in openbaar gebied, uh, dingen als kapotte lantaarnpalen en dat soort dingen, wat ook de veiligheid kan verhogen als het allemaal netjes werkt, uh, weer hersteld te krijgen. En jullie hebben ook een training gekregen, of jullie krijgen een training? Wij krijgen een training, de gemeente faciliteert in diverse opleidingen en er wordt nog wel over gesproken, maar die zullen er zeker komen, ja. ja. En wat mogen jullie eigenlijk precies doen? We mogen precies hetzelfde doen als iedere andere burger ook mag doen. En dat is ook een reden waarom we nooit geweld zullen gaan gebruiken. Want uh, dat is gewoon strafbaar. Daar zijn wij ook strafbaar in. Daar is maar één apparaat die dat wel mag indien dat echt noodzakelijk is, en dat is de politie. Jullie surveilleren of, of jullie lopen rond, ook altijd met een, een politie of, of een BOA erbij? Ja, inderdaad. Er gaat altijd een politieagent of een, een BOA, dus een handhaver, gaat ermee op pad. En dat kan zijn in uniform, dat kan zijn in burger, dat kan zijn op afstand. En dan, dan stel je voor een auto met, met agenten erin of wat dan ook. Maar er is dus altijd eh, iemand eh, van die tak is erbij, ja. Stel, jullie uh, zien een uh, geweldsincident. Hoe handelen jullie dan? Hoe handelen wij? Nou ja, goed, we kunnen moeilijk ingrijpen, want dan zijn we dus zelf strafbaar bezig. Dus dat gaat heel moeilijk worden. Wat we doen is we gaan verslaan en we hebben wel de directe lijnen om direct de politie in te schakelen. Daar komt bij dat de politie zelf er ook al bij is. Dus we verwachten dat hij dan ingrijpt gelijk. Wat is nou precies de reden dat jullie dit gaan doen? Uh, de reden waarom we dit doen is gewoon omdat we voor alle inwoners in Beverwijk en Heepskerk. Een veilige woonplaats willen hebben. Dat veiligheidsgevoel weer terug willen. Wat we eigenlijk missen. Ik bedoel, het is eigenlijk van de gekke dat mensen s'avonds niet meer op straat durven. Vanwege een stel etters die de boel onveilig aan het maken zijn. Dit speelt al natuurlijk al een hele tijd. Waarom is er nog steeds geen adequate oplossing gevonden? Uh, nou ja, wat is een adequate oplossing, kun je kun je afvragen. Maar het is wel zo dat we hier het probleem van jeugdrecht, uh, denk ik, hebben. Als je kijkt naar de bekende bende, en uh, ik wil het helemaal loslaten van de naam piloten... want het is gewoon een bende die opereert in Beverwijk en Heemskerk. Uh, het jeugdrecht zegt gewoon dat je iemand niet langdurig vast kan zetten... voordat, uh, voor, voordat er een rechtszaak uh, dient. Dat houdt dus in dat je uh, mensen, jongeren die een volwassen delict plegen... weer gewoon op straat moet zetten, of je wil of niet... en die uh, laat je dus gewoon vrij rondlopen totdat die rechtszaak dient. En dat zie je dus nu gebeuren. Hoe is de samenwerking met de politie? Uh, de samenwerking met de politie is heel erg goed wat ons betreft. Uh, zoals ik al zei, uh, we hebben samenwerking van de politie, uh, politie Eimond en ook uh, uh, de gemeentes uh, Beverwijk en deels Heemskerk. Dan. En uh, iedere partij daarin die ik noem, die doet echt zijn stinkende best. En ze zijn hartstikke hard aan het werken. Veel mensen beseffen dat jammer genoeg niet. Dat vind ik heel erg spijtig. Want uh, die mensen die willen echt heel graag. Alleen de staat heeft ze allerlei regels en wetten opgelegd waardoor ze beperkt worden in hun handelen en daarom krijgen ze het niet helemaal rond op dit moment. Ja, want je hoort natuurlijk vaak in de omgeving van: uh, ik snap het niet, waarom de politie niet harder ingrijpt. Ja, nou, ik snap het soms ook niet, maar dan denk ik emotioneel en dan denk ik niet rationeel. Maar laten we wel zijn, ik, heb ik refereer even aan de demonstratie die we hebben gehouden. En het, uh, naar het verwijt van veel mensen dat de politie tijdens een incident niet ingreep. Ja, daar kun je van alles van vinden, maar of iemand nou goed of fout bezig is. Het is een inwoner van Nederland die daar staat. En die heeft net als mij ieder recht om daar te staan. Dat is nog, niet, nog steeds niet een reden als er niks fout gaat om, om, om in te gaan grijpen. Uh, waar kunnen mensen die uh, zich als vrijwilliger willen opgeven, waar kunnen zij dat doen? Nou, ik zou zeggen: ga naar de website van, van Bij, dat is burgerparticipatieijmond.nl. En uh, daar uh, onder, in het hoofdmenu zie je een kopje: uh, kom ook bij Bij. Nou ja, daar kom je formulieren en allerlei informatie tegen. Mocht je vrijwilliger willen worden, vul het in. En uh, we verwelkomen iedereen graag.